Dag dames en heren en welkom in het historische Wembley. Mijn naam is Evert ten Apel en Jurie Mulder is er ook. Het blijft een bijzondere ervaring om hier te komen, Evert. Over klassiekers gesproken. Engeland, Duitsland, wat denk je daarvan? Een meer beladen wedstrijd bestaat er denk ik niet. Dat klopt, Evert. En die hebben al heel wat potjes met elkaar uitgevochten in de geschiedenis. Ik kan me de WK-finale herinneren in 1966 op Wembley. Juist. Dat is toch altijd weer een speciaal moment, Jurie. Als je daar staat namens je land en een volkslied wordt gespeeld. Daar doe je het als voetballer voor. Absoluut. Als speler wil je dolgraag voor je land uitkomen. Ja, de eerste keer dat je door de bondscoach wordt opgeroepen, dat vergeet je nooit meer. Er zijn nogal wat grapjes gemaakt over de problematische verbouwing van dit Wembley Stadion. Maar het eindresultaat mag er zijn. Nou Evert, het is behoorlijk indrukwekkend hoor. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. Er is dit keer gekozen voor een 4-3-3 systeem met een spits en twee vleugelaanvallers. Wat betekent dat eigenlijk voor dit duel? Nou ja, hopelijk leuk aanvallend voetbal. Ik ben benieuwd of de buitenspelers erin slagen om hun man voorbij te komen. En hier zien we de beginopstelling van de bezoekers. Vandaag wordt er gespeeld in een traditioneel 4-4-2 systeem. Dat oogt in elk geval niet heel erg verdedigend. Nee, maar je moet natuurlijk altijd afwachten hoe dat in de wedstrijd uitpakt. En de rol van de middenvelders is er natuurlijk erg belangrijk bij. Want hebben zij genoeg aanvallende intenties? Dat is de vraag. En daar gaan we dan. Maar eens kijken wat men vandaag allemaal van plan is. Sterling. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. En meteen al een vrije trap. En de keeper heeft hem zonder problemen. Engeland wordt altijd genoemd als het land waar het voetbal is uitgevonden. Maar domineren doen ze het spel al jaren niet meer. Dat is alleen gelukt in 1966. Nee, de Premier League wordt beschouwd als een van de beste competities ter wereld. Maar dat geldt niet voor het nationale team. Smalling. Kane. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Kane! Een super redding hoor voor de keeper. Wie heeft er bij Engeland de beste corner in huis? Hij werkt de bal naar voren. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Kroeze. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Later, daar is de poging. Aanval van Engeland eindigt in een hoekschop.
Kopbal! Nee, die bal gaat er niet in. Hij sprong zo hoog als hij kon, maar kon er toch niet voorbij. Nee, de bal is gewoon te hoog om goed te kunnen inkoppen. Walker. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Knap ingegrepen. Inworp. Ze hebben haast en er wordt snel ingegooid. Prima onderschepping daar. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Gaat hij het redden? Een oh zo belangrijke goal die het team op voorsprong brengt. Altijd leuk om als verdediger een doelpuntje mee te pikken. Ja, dat is hartstikke leuk hè, dat je naast je gewone werk ook nog iets extra's kan doen voor je ploeg. Goretzka. Müller. Loopt tegen die verdediger op. Rooney heeft hem. Walker. Kane. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Goretzka. Müller. Hoe gaat hij vandaag spelen, Juri? Wat verwacht je? Wat een complete speler is dit toch. Aanvallend heel... Dit is dé kans op de gelijkmaker. Wat een doelpunt. De gelijkmaker. Net wat de wedstrijd nodig had. Duitsland trefdoel. De keeper zat er in eerste instantie nog bij, maar de rebound is voor de aanvaller. Die stond op de juiste plek en maakt alsnog de goal. De goal vanuit een andere hoek. Sterling. Rose. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De bal vertrekt van de schoen. De keeper redt op fenomenale wijze. Iedereen kiest positie voor de corner. Walker slaat hem weg en dat is een corner. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Goretzka. Er komen maar liefst 4 minuten blessure tijd bij. 4 minuten.
En mogelijkheden nu voor Duitsland. Belangrijke tackle. Op de dreef en een schot. Kan hij een medespeler bereiken? Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Goed verdedigd. De eerste helft is gespeeld. Stand is 1-1. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Nou, hij heeft de gelijkmaker gescoord en dat zal hem vast vertrouwen geven om door te gaan. En misschien zelfs zijn ploeg naar de overwinning te loodsen. Kijk, het is natuurlijk gewoon een geweldig goede speler. Er komt de wissel aan. Wat zijn de plannen van Duitsland voor deze tweede helft? We zullen het zien, want ze trappen net af. Hij heeft de bal alweer te pakken. Ze waren hem kwijt, maar hij verovert hem met één terug. Goed gedaan. Mogelijk een goede kans hier. Kane! Een super redding hoor, van de keeper. Geweldig keeperswerk op de achterstand. Hier ziet u hoeveel corners de teams hebben gehad. Een schot. Het schot wordt gestuurd door de verdediger. Verlengt hem met het hoofd. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Kane, niet schieten is altijd mis. Bal op de paal en achter. Hij loopt met tegenzin naar de kant. En moet je die toeschouwers toch eens horen? Ja, de supporters juichen hem uit volle borst toe. En terecht. Als iemand het verdient om man van de wedstrijd te worden, is hij het wel. Lekker combinatiespel. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Wat een actie. Royce! De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat... Overtreding, strafschop. Scheidsrechter aarzelt geen moment en wijst terecht naar de stip. Ja, het is ook duidelijk dat het een strafschop is. Hij moet hem geven, die scheidsrechter. Substitution for Germany. Coming up the pitch. De coach haalt een wisselspeler van de bank.
Hij slaagt er niet in te scoren uit een penalty nog wel. Nee, maar als je hem zo inschiet, dan mis je ook. Dit wordt menens. En dan wordt er gefloten. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik weet het niet hoor. Het zou een dure fout kunnen zijn. Wayne Rooney. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Een schot. De keeper heeft hem. Sterk ingrijpen van de keeper. Deze twee elftallen doen nauwelijks voor elkaar onder. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn en ja, dan krijgen we een corner. Hier zien we die redding weer, Juri. En het was best goed, maar de keeper stond goed op te letten. Mooie redding. Nog net iets meer dan een kwartier te gaan. Hij legt een hele afstand af met de bal. Wie weet levert dit een kans op. De verdediger verwerkt de voorzet. We krijgen een hoekschop. Even een overzichtje van het balbezit. Nou, dat gaat zo te zien wel gelijk op hoor. Ja, dat klopt wel van het beeld dat wij van de wedstrijd hebben even. Die keeper alert op die kopbal hoor. Nou zeg, dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. Sterling. Rooney leidt de aanval. Henderson. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Leroy Sané. Het eindsignaal komt dichtbij en we hebben nog altijd een gelijke stand. Er wordt nog hard doorgejaagd. Wembley Stadium. Emre Can. Rose. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden.
zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehad, Joeri. Nou, dat kun je wel zeggen, even. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. We krijgen er 4 minuten extra tijd bij, Joeri. Het thuispubliek is blij met de blessuretijd. Zij denken dat hun ploeg nog aan het langste eind gaat trekken. Daar komt de kans aan om een voorsprong te nemen. Dit is nogal een moment hoor, voor een hoekschop. Kan bepalend zijn voor de eindstand. Plannen, maar dan steek je een stokje voor. Goed gedaan. De teams staan gelijk na 90 minuten. De verlenging begint. Kijken of die de beslissing gaan brengen. Rooney leidt de aanval. Hij redt en heeft de bal vast. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Probeert het. Daar kwamen ze bijna op voorsprong, maar de gelijke stand blijft voorlopig gehandhaafd. Die pakt die bal op. Duitsland gaat op zoek naar een doelpunt. Lekker zuiver, goed gespeeld. Adam Lallana. En nu doorgaan. Goed gepakt, keeper. Engeland mag het spel gaan afvatten met een vrije schop. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog? De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Blijven de kaart op zak. Na een korte pauze beginnen we aan de tweede helft van de verlenging. Nog een kwartier, de beslissing kan nou toch niet lang meer op zich laten wachten. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Rooney heeft hem.
Hij is er bijna. Een keihard schot op doel, maar de keeper zit erbij. Corner. En dan kan het spoken worden doel, hoor. En het schot. Ze doen er alles aan om aan de leiding te komen, maar voorlopig blijft de stand gelijk. Er staan nog maar 8 minuten op de klok voor deze tweede helft van de verlenging. Ja, en wat nu? Blijft het bij een vrije trap? Gele kaart voor die Duitser. Beetje overdreven, denk ik. Maar ja, hij wil nu de spelers kort gaan houden. Die slijding was niet volgens de regels. De scheidsrechter had geen keuze hier. Als ze strafschoppen willen voorkomen, moeten ze scoren in de komende 5 minuten. Ik zie liever dat het thuisploeg door blijft. De doelman maakt de vrije trap compleet onschadelijk. Ik zie nog maar 5 minuten op de klok staan voor deze tweede helft van de verlenging. Schmelzer. Het zou niet de eerste keer zijn dat Duitsland in de slotfase in de handen van de keeper. Slechts 2 minuten blessuretijd. Wordt het een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. De gevreesde strafschoppen. Wie kan zijn zenuwen het best in bedwang houden? We gaan kijken naar de eerste pingel. Die gaat erin. Goed genomen schot. Houdt het hoofd koel. Ja, die zit. Zo te zien blaakt hij niet van zelfvertrouwen. Hij gaat tegen het aluminium. Die bal gaat erin. De spanning is van zijn gezicht af te lezen, hoor. Doelpunt. Ik word kansloos. Hebben.
Straks een aanloop even. En dat kan voor een keeper erg lastig zijn. Ja, hij moet eigenlijk blijven kijken en nog niet reageren. Die zit erin. Goed genomen. Het komt nu op hem aan. Als hij mist, verliezen ze. Hij blijft kalm. Nou, hij schiet hem goed in. Hij loopt aarzelend naar de bal. Spanning zo te zien. Hij hield even in, waardoor de keeper te vroeg reageerde. Ja, en daarna kon hij hem er zo inschuiven. Zo te zien blaakt hij niet van zelfvertrouwen. Ja, dat doet hij goed. De keeper kwam op het verkeerde been te staan, die extra stap. Het heerst genomen hoor. De bal gaat erin. De spanning is van zijn gezicht af te lezen hoor. Door die korte pauze in zijn aanloop zette hij de keeper op het verkeerde been. Ja, en toen was hij kansloos. Houdt het hoofd koel. Ja, die zit. Hij loopt aarzelend naar de bal. Die bal gaat erin. Hij blijft. Hij staat stijf van de spanning zo te zien.